Zoals je ziet, compleet andere setting vandaag dan dat je van mij gewend bent als je de laatste tijd mijn video's hebt gecheckt. Nou, momenteel woon ik natuurlijk in Bali en dat weten jullie natuurlijk allemaal. Maar als je deze video kijkt, heb je dus interesse om 100k te maken met Shopify dropshipping. En ja, ik spreek hier over 100k omzet op maandelijkse basis. Dat heb ik voor veel klanten kunnen doen. En ik ga je precies uitleggen hoe we dat doen en hoe jij hetzelfde kan doen. Nou, van deze 100k wil ik heel transparant zijn. Is misschien 20, 30 of 40k echt pure winst na tax, na inkoop, na ads, na alle kosten die je hebt. Dus de winstmarges zijn meestal tussen de 20% en 40%. En hoe hoger je schaalt, hoe minder dat wordt. Nou, om van 0 naar 100 te gaan, moet je ook van 0 naar 10 gaan. Nou, hoe ga je nou van 0 naar 10? Is het uitzoeken van de juiste producten. Ik heb superveel video's op mijn YouTube kanaal staan. En die raad ik je ook aan om te kijken na het kijken van deze video. Maar daarin leg ik je dus precies uit de criteria waar een winnend product aan voldoet. Oké, wat ik wil dat je gaat doen is dat je 10 producten per week hebt. Dat is ongeveer 2 per dag gemiddeld. We hebben 7 dagen in de week, dus 7 keer 2 is 14. Niet op elke dag of je dan 2, maar je kan bijvoorbeeld 5 dagen in de week. Bijvoorbeeld. Doe dat eens, 5 dagen in de week, 2 per dag bijvoorbeeld. Dus dan doe je bijvoorbeeld maandag tot vrijdag. Doe je 2 producten per dag testen. Ik noem dat. Dan test je er in ieder geval 10 per week ten opzichte van mensen die 2 of 3 producten per week testen. En test deze producten dus door middel van Facebook Ads. Nou, Facebook Ads is nog steeds king en iets wat ik zelf al jarenlang gebruik en wat ik nog steeds zie dat mensen dat een main source of income voor grote brands gebruiken. Dus test dan die producten via Facebook Ads. En zo ga je een beetje testen en zo ga je producten vinden en kijken hoe het werkt, kijken welke aanslaan, welke niet aanslaan. En ik zou je dus aanraden om te beginnen met een general store. Heel simpel, gewoon een store waar je alles op verkoopt. Denk bijvoorbeeld aan een store net als bol.com, die verkopen ook van allerlei dingen, Amazon verkopen ook van allerlei dingen. En de reden waarom we dat doen is eigenlijk zodat je meerdere verschillende producten kan testen uit verschillende niches. Zodat je dus kan kijken van wat aanslaat. Slaat vrouwenkleding aan of juist niet. Want wat ik heel veel mensen zie doen is bijvoorbeeld ze kiezen gelijk een vrouwenstore niche. En dan slaat het misschien niet aan. Dus je wil gewoon zoveel mogelijk testen. En een van de redenen is ook dat mensen die jij gaat ads opdraaien in ieder geval. Die jouw target audience zijn. Die kijken toch alleen je product page. Dus die kijken vaak niet de hele site naar. Zorg ervoor dat die product page echt super clean is. Zodra je dus een winnend product hebt, zou ik zeggen, ga al in op dat product. Ga meer creatives maken voor dat product. Kijk hoe je de kost per klik, CTR, CPM's omlaag kan krijgen van dat product. Ga van een general store naar een niche store. Ja, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Is dat je van een algemene store, van een algemene bol store, ga je bijvoorbeeld alleen water verkopen. Bijvoorbeeld. Misschien niet al te best voorbeeld, maar je snapt mijn punt. Je gaat van een store waarin je alles verkoopt, naar een store waarin je alleen bijvoorbeeld water verkoopt. En daardoor krijg je ook meer trust. Wat je daarnaast kan toevoegen als extra inkomstenbron, zijn bijvoorbeeld marketplaces. Want op dit moment ga je waarschijnlijk ook van dropshipping naar inkoop. En dat kan nog steeds met de warenhuis in China gebeuren. Nou, mocht je nu op zoek zijn naar een agent, ik heb meerdere private agents waarmee ik werk. Vanaf 0 MOQ. Nou, wat betekent dat nou? Vanaf 0 orders per dag. Nou, de meeste agents heb je minimaal 5 of 10 orders per dag nodig. Maar ik heb speciaal voor mijn eigen klanten 0 MOQ. Mocht je daar ook naar op zoek zijn, dan kan ik je dat gewoon gratis weggeven. Dan kan je daar gratis mee aan de slag. Er zitten geen kosten aan verbonden, tenzij je orders maakt. Maar dat is een win-win voor beide partijen. Maar op een gegeven moment draai je dus een x aantal orders per dag, x aantal orders per maand, 10, 20k per maand met één product. Misschien wat upsells van hetzelfde product of een ander product. Wat je dan wilt gaan doen, is dus die niche store te gaan schalen. Door middel van extra inkomstenbronnen, dus bijvoorbeeld ook Google Ads te gaan runnen. Een hele eenvoudige setup daarnaast. En wat je daarnaast ook nog kan doen, is je product op Bol plaatsen, op Amazon en op Kaufland. Dat zijn eigenlijk de 3 methodes die wij gebruiken voor extra sources of income. En zo ga je eigenlijk van een Shopify dropshipping product echt naar een brand. Daar kan je ook een exit strategie mee maken. Wat je hiernaast nog meer wilt gaan doen is echt social media gaan opbouwen. Want eigenlijk wat je doet met Shopify dropshipping is puur short term, ads draaien, niet echt een brand opbouwen. Maar nu ga je ook een Instagram opbouwen, een Facebook, een TikTok, een LinkedIn.
Je gaat eigenlijk je brand YouTube, je gaat je brand overal creëren, je gaat dingen beter doen. En zeker als je voorbij die 10, 20k per maand bent, ga je dus sommige dingen uitbesteden. Kijk hoe je bijvoorbeeld een btw-fix kan toepassen. Ik heb wel connecties daarvoor, maar ik geef daar geen advies in. Maar in ieder geval, je moet eens kijken hoe je zo min mogelijk belasting gaat betalen over het geld wat je nu maakt. Je moet kijken van, hey, hoeveel ga ik inkopen überhaupt? Ga ik een stukje branding toepassen voor mijn product? Ga ik het beter maken? Kijk ook of je recurring customers kan krijgen. Nou, wat betekent dat nou? Heel simpelweg, dat klanten terug bij je komen. Want vaak wat we zien bij dropshipping is dat mensen dus één aankoop bij je doen en daarna dus nooit meer een aankoop bij je doen. Omdat je lange leeftijden hebt, productkwaliteit niet goed is. Daarom is het heel belangrijk, zelfs al Shopify dropship je, om toch goede kwaliteit producten te gaan verkopen. En dat is ook echt iets waar wij achter staan. Wij verkopen onze klanten en wij verkopen dus producten van, ja, laten we zeggen, van minimaal 40 tot zelfs boven de 100 euro. Zelfs ook op impuls. En ja, de reden dat we dat doen is omdat we geen plastic troep of shit verkopen. Of de klant een slecht gevoel achter wil laten. Want heel veel mensen hebben altijd het idee van, ja, AliExpress is slecht, et cetera. Maar we werken al jaren niet meer met AliExpress, maar met Agent. En China heeft gewoon een hele slechte naam qua producten. Maar eigenlijk alles wat hier staat in mijn kamer komt uiteindelijk allemaal uit China. En als mensen dat beter zouden begrijpen, zou de haat een stuk minder zijn richting dropshippers. Want er zijn een aantal dropshippers die het verpesten voor de rest. Die op zoek zijn naar snel geld, maar ja, volgens mij hebben ze dat tot op heden niet gevonden. Of hebben ze dat misschien in Dubai of Bali of ergens anders wel gevonden. En kunnen ze daarna weer terug naar 9 tot 5. Ja, dat is natuurlijk niet the way to go. Je wil natuurlijk niet alleen 100k per maand draaien met je Shopify dropshipping business. Of ja, met je e-com business in het algemeen. Maar je wilt het ook, ja, een consistente inkomstenbron van maken. Nou, ik hoop dat je daar superveel aan hebt gehad. Nou, ik ben Paul van Splunder, ik ben momenteel 23 jaar oud. Al jarenlang help ik bedrijven met het opzetten naar 5 en 6 figures. Nou, wat betekent dat nou? Van 0 naar 10k of van 10 naar 100k per maand. Door middel van Facebook ads en marketplaces. Ik heb hier ook een garantie op en het verschilt echt per persoon wat we hierin geven. Nou, mocht je hier interesse in hebben, like en abonneer sowieso. Volg me op socials hieronder. Ik kan hier als het goed is hieronder ook gelijk een call inplannen met iemand van mijn team. Kunnen we kijken of we een goede fit zijn. Zal ik kijken of ik ook eventueel bij aanwezig kan zijn. En dan zou ik zeggen heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik check je graag weer in de volgende video. Ciao, ciao.